ga nu luisteren naar Een Leuke Dag met Langnek. Voorgelezen door Ramon. Een leuke dag met Langnek. Er was eens een Langnek. Dat was een hele lange man in de Efteling met een lange nek. Hij keek omhoog en naar beneden. Hij had een kaal hoofd en grote ogen. Hij lachte met een big smile. Langnek was altijd vrolijk. Langnek was altijd vrolijk. Ja. Getekend door Ramon. Au. Wie is dat? Ik. Ja. Ik heb alleen in zijn nek niet gekleurd. Vandaag was hij vrolijk, omdat hij Ramon had gezien. Ramon was een man met een mooi kleurig t-shirt aan. Het was een bloemen-t-shirt. En Ramon hield van Langnek. Hij was ook blij, omdat hij Langnek had gezien. Hij was al lang niet meer bij Langnek op bezoek geweest. Nee, was ik ook niet. Coronatijd, kon ik niet. Langnek werd vrolijk van de lach van Ramon. Ramon was namelijk vrolijk en daar hield Langnek van. Ramon werd overal vrolijk van. Bijvoorbeeld van de zon, fietsen, schilderen en als hij mocht eten. Vooral als het patat was. Als iemand jarig was, werd Ramon ook vrolijk. Morgen was Ellen jarig, dus iedereen was blij. Want dan aten ze patat. En gebak met slagroom. Daar hield Ramon ook van en Ellen ook. Happy birthday. Taart. Taart. Alleen van drukte hield Ramon niet en Ellen ook niet. Maar in de Efteling was het vaak heel druk. En als het te druk was, ging Ramon ergens op een terrasje wat drinken en naar de attracties kijken. Hij dronk dan cola, want dat vond hij het lekkerste. Eigenlijk hield hij nog meer van advocaat. Advocaat door Ramon. Och, nou begint het hoor. Oude wijnbrand. Maar dat kon hij daar niet krijgen. Dat kon hij niet krijgen. Nee, in de Efteling hebben ze geen advocaat. Dat vond ik jammer, Peter. Ja, dat is jammer. Dat is niet gemeen in de Efteling. Geen advocaat. Vandaag was het gelukkig niet druk. Dus Ramon was blij en Langnek ook. Einde. Is het einde? Ja. Prachtig. Begeleid ons meer Marieke door jaar. Och, dat heb jij opgetekend. Meer Marieke. Dat was een leuke dag met Langnek. Tot de volgende keer.